gaat met uw first lady? Ach, het gaat wel. Wat verwacht u? Ja, ik weet niet. Het is al zo'n lang proces. Vandaag verdachte verhoor. Zal u spreken of zal u gebruik maken van uw zwijgen? Ik denk wel dat er... Dat we gebruik zullen maken van ons ruimte die geboden wordt om een en ander te zeggen, ja. De heer Boutersen heeft de gelegenheid gekregen om zijn zegje te doen. En hij had eigenlijk als enige issue die hij zelf naar voren heeft gebracht, is dat er dus een coup-poging was en dat hij... Die koepoging moest verijdelen, mensen heeft opgepakt. Dat toen het bericht is gekomen dat die koepoging versneld zou uitgevoerd zou worden, dat er toen onder de militairen in het kamp, in het Fort Zeelandia paniek ontstaan is. En ja, dat als gevolg van die paniek er in de wilde weg geschoten is. Hij weet niet wie en weet niet op wie, maar uiteindelijk waren er 15 doden en dat is het enige wat hij verder weet. Bovendien... De situatie die hij geschetst heeft, was eentje waarbij bleek dat versneld de invasie uitgevoerd zou hebben. Militairen die op dat moment in het kamp zijn. Kijk, als je geen militaire cultuur hebt, als je niet weet hoe militairen zich gedragen, hij heeft dat uitgelegd. Als je ergens blijft staren en je ziet een boom en je ziet een beweger, dan ga je vuren. Wanneer mensen, militairen daar zijn en denken... Van EFM moest dit allemaal man die zich daar betrapt. Wanneer die panieksituatie er is, wanneer die situatie er is en ze horen dat bericht zijpelt binnen dat die regime change eerder uitgevoerd gaat worden dan gepland omdat de bruggenhoofden aangehouden zijn, dat denkt iedere militair dat die oplossing heeft gevonden voor dat probleem. En in die situatie is het moeilijk om die discipline nog te bewaren. En dan gebeuren er dingen, ja. Dan gebeuren er dingen. En wat hij gerapporteerd heeft gekregen, dat heeft hij gebracht. En het is ook onderzocht. Het is onderzocht, bleek uit getuigenverklaringen, dat het bewaard is geworden door inspecteur Doorson in een kluis van de Surinaamse bank. En dat dossier is verdwenen. Waar alleen twee mensen naartoe kunnen gaan. Nou, dat is dus dat verhaal, de grote leugen over dat er een koepoging was. Eigenlijk niet zo relevant, want het gaat om wat er in het Fort Zeelandia gebeurd is. Daar gaat het eigenlijk om, want daar zijn die mensen gedood. Daarover was zoals te voorspellen was, de heer Boutersen zijn geheugen kwijt. Hij heeft op hele concrete vragen, heeft hij steeds geantwoord. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik kan me niet herinneren. En geconfronteerd met getuigenverklaringen van anderen, heeft hij dus aangegeven dat die getuigen allemaal liegen. En niet de waarheid spreken, maar dat hij zich eigenlijk niets kan herinneren. Dat is eigenlijk heel in het kort de essentie van 3 uur verhoor van de heer Boutersen. Hij heeft verwezen naar een aantal artikelen in buitenlandse tijdschriften of buitenlandse boeken. Waar inderdaad geen details genoemd werden, maar gewoon gezegd werd dat er een coup gepland was of voorbereid werd. Maar verdere details over die coup, nee, die zijn ook niet... door hem naar voren gebracht. En die zijn er ook niet, want er was geen koepoging. Wel, voorlopig heeft men mij gehoord. En het vervolg is op 29 november. Hij is afgegaan als een gieter. En hij heeft niet eens één iets aan de waarheid kunnen bijdragen of iets verduidelijken. Nogmaals, de cruciale vragen... gaan niet over een geplande coup. De cruciale vragen gaan over wat is er in het fort gebeurd. En daarvan kan hij zich niets herinneren. Geconfronteerd met die heeft dat gezegd, die heeft dat gezegd. Was u daar, was u niet daar? Hij kan het zich allemaal niet herinneren. Natuurlijk, kijk, die dingen zijn 40 jaar terug gebeurd. Hij is heel veel vergeten, dat kan ik me ook helemaal voorstellen hoor. Maar maar waarom speciaal bij die essentiële vragen dan? Welke essentiële... Dit is de situatie die hij heeft ervaren. Het is nu gebleken dat hij wel daar was, maar dat hij niet weet wat er is gebeurd op die bewuste dag. Hij was niet de hele dag daar. Hij is daar op verschillende momenten geweest. Was u in het fort die dag? Jawel, jawel. Ik was 7 de hele dag.
7 avonddelen, 8 voor een groot deel. En na de aflossing ben ik weggegaan. Dus wat mij betreft is hij afgegaan als een gieter en is er dus geen, want dat is voor mij belangrijk, geen enkele bijdrage aan het vinden van de waarheid over wat er op 8 december in het Forselandia gebeurd is. In deze zaak wat van belang is, kijk, als je nog ten laste zou kunnen leggen zware mishandeling, de dood en gevolgen hebbende, of doodslag. Maar het enige wat je die mensen kunt verwijten nu is moord. En je moet voorbedacht hebben bewezen. Dat moet je bewijzen. Maar heeft het hem geholpen vandaag, die verklaringen vandaag? Heeft het uw zaak vooruit geholpen? Mij lijkt dat met zijn verklaring in elk geval het Openbaar Ministerie die voorbedachte raden niet gaat kunnen bewijzen. Integendeel, ik denk dat een heleboel feiten, waaronder het feit dat de heer Boutersen zelf een verklaring van Kamperveen heeft afgenomen, waarbij hij Kamperveen heeft laten verklaren dat hij met een coup bezig was. Dat juist bewijst dat deze hele operatie met voorbedachte raden is geschied. Omdat je bewijsmateriaal gaat verzamelen vooraf, dat je achteraf gaat gebruiken. Nou, dan kan het niet anders dan dat je erover hebt nagedacht, dan dat je in beraad bent geweest. Dus wat mij betreft is de verdediging daar niet in geslaagd om aannemelijk te maken dat er geen voorbedachte raden was. Ik heb iets gehoord van 15 maal 100 of 100 maal. Wat bedoelde u? Nee. We wilden maar persisteren als bekeerders. Maar bedankt dat ik ga je studeren. Maar zo ga ik maar 1500 jaar. Als dat jullie dingen is. Hij zei als er bewezen wordt dat hij persoonlijk iemand heeft. Ja. Als er bewezen kan worden, dan kan de rechter iedereen wegsturen en hem 100 keer de straf geven die deze mensen zouden krijgen. Omdat hij overtuigd is van zijn onschuld. Een statement die verder dus geen juridische waarde heeft. Heer Boutersen, ongeacht wat de uitkomst is, zal u zich neerleggen bij het besluit? We leven in een rechtsstaat en ik denk dat elke rechtgeaarde burger zich moet neerleggen in dit, bij het besluit. Alle ondersteuning doet je goed als mens, toch? Als je iemand, er is een luisterend oor, iemand die je die kracht geeft, dat is altijd goed.